Daar ben ik ook heen. Zijn ik een bro? Zijn ik een bro van Koon? Wat vind je dat boerderij, Zakkie? Alblief, hè? Ik zal daar maar gewarm om naar moet tikken. Hé, jongen. Dat kon moe zijn. Zeg, ik heb het al gehad toen. Oh, mooi. Hey. Ja, dat is goed. Dat is goed. Niet te wouden, hé. Kom maar toch. Dan een uurtje. Ja, 4 minuten. Wille. 4 of 4. Even kunnen. Maar hier een minuut. Ja, meester. Hier net. Goedemorgen, ik ben Joe Dakkers en ik kom uit Limburg, uit Diepenbeek. Dus ik heb een hele rit gemaakt voor hier te komen hanen zingen in Zingum. Ik doe dat al ongeveer klein 40 jaar. En het is plezant om hier te komen om zeker met die mensen van deze kant van België te kunnen spreken. De haantjes hebben het voor mij vandaag helemaal niet goed gedaan. Maar ik heb wel een aangeschreven die 4575 keren had gezongen. Bij ons in Limburg zingen ze op een heel andere manier. Dan zingen ze voor het juiste getal. Daar kun je van 1 euro tot zoveel euro's inzetten als je wilt. En na vanavond dat je prijs maakt, word je ook uitbetaald. Daar zitten de haantjes allemaal langs elkaar in open bakken. Langs elkaar, zo 30 of 100. En je komt binnen en je hebt, daar zijn de mensen die hebben 3 of 4 haanen bij. En die pakken een briefje, vullen in. Mijn haan gaat vandaag 20 keer zingen. En die wat juist heeft, dus dat wordt verdeeld qua gelijk met percenten van de eerste, tweede, derde. En 1 onder, 1 boven, 1 onder. En die zingt 20, die zingt 30, die zingt 40. En die wordt juist naald, ja, die wordt meestal uitbetaald. Dus je moet gokken. En mijn naam gaat vandaag 20 keer zingen op een uur. En dan moet je shows hebben. Hè. Want dan moet een muis stil zijn, hè, want die zitten met 4 langs elkaar. Hè. Dat is veel te snel. Dat is veel te snel. Die maakt bij ons. Nu zingen ze zo. Zo is het bij ons in Limburg niet. Bij ons is in Limburg is nog kukeleku. Ja. Zo wordt dat doorgezongen. En dat is binnen, hè. Ze zijn in lokale binnen allemaal, dat is niet buiten. Hè. Dus de mensen zitten in de warmte allemaal. Hè. Dus dat is het verschil met hier. Zit je in regen, wind en allemaal. Maar ja, het is een mooi hobby. Dus. Wij zijn in Limburg. Tot Vleeuwijk zondag zijn we niet mogen gaan hanen zingen. Alles lag stil met de pest eigenlijk in Wallonië en in Nederland was de ziekte bij de dieren en wij mochten in Limburg niet verplaatst worden. Dus daarom, en vandaag was de eerste dag open, dus ben ik de eerste keer teruggekomen. Ik kom 2 keer per maand, ik kom hier 1 keer en 1 keer in de West-Vlaanderen. 1 keer in West-Vlaanderen, dus, want ze verklaren me nu al voor gek, hè, 200 kilometer op en af. Dus voor een hobby waar je niks aan verdient. Hè. Ja, wij betalen 2 euro mee te doen en we trekken als we winnen 2,5 euro op. Hè. Dat is het verschil tegen bij ons. Hè. Bij ons kun je gemakkelijk 100 tot 150 euro winnen of 200 euro. Hè. Dus het is echt hobby. Gelijk iemand anders op café gaan, dan kom ik aan zingen. Hè. Laat me op de grond. Ja,
vertellen. En zo. Niet goed. Huh? En niet goed. Nee, maar die zitten nog samen, hè. Ik heb geen plaats meer allemaal, hè. Van Kornhem. De prijs op de reelnummers en voor nooit straf. We gaan met de drie leden. We zijn er met drie. De eerste van Overzef, 4575. De tweede, dekter zoon met 0. En daar een dekter zoon met 0. De mens komt van Zuvaren. En je twee keer snel. Nu de vier leden. De eerste, Zak. Pardon. Wanneer het zijn? Ja, dank u. 2215. Proficiat. De tweede, wanneer Zak? 1915. Daar een boekhoudservaar. 1855.